De profeet Daniël. Een hoorspel van Wim Bisschot, gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. Sluit die deur. Geen hond kan meer een woord verstaan. Belsazar doet zich te goed. Doet zich te goed. Vanzelf. Daar is die koning voor. Nog nooit was het paleis zo vol. Sinds jij bent afgezet als bevelhebber is er toch één minder in het feestgedruis. Met jouw gewicht scheelt dat een grote plaats. En met jouw eetlust wel een half varken. Ik kan om jouw scherts niet lachen. Ieder lacht op zijn beurt. Dat hoorde je zo even. Hij is eenmaal gek op feesten. En u? Nog nooit heeft hij zoveel raadslieden om zich heen verzameld uit het hele land. En nooit zoveel vrouwen. Hij weet precies hoe ze te vangen. En jij? Ik kan niet meer zo meedoen. Mijn hart laat het niet toe. Als ik daar binnen ben, moet ik drinken. Ik kan niet. Niet meer. Dan zou je luxe baan als hofmeester wel snel verloren gaan. Daar ben ik zeker van. Maar wat daarna? Om in de gunst te blijven moet ik soms dingen doen. Maar goed. De koningin is op jouw hand. Zijn bijvrouwen hebben meer macht dan zij. Van korte duur. Meestal. Vrouwen houden het minder lang uit. Dan mannen? Gelukkig maar, dat lucht me op. Gaat er steeds wilder toe? Ik ben toch nieuwsgierig. Laat die deur toch dicht. Een kier. Hier, een gelopen schat. Je kent het immers. Of verlekkert het je nog? Ezel, hij moet je hier niet zien. Ik wil weten of hij zat is. Op de rechtszitting vannacht zal hij toch niet verschijnen. Hij wil Joachim zelf ook wel kwijt. Als ik dat zeker wist. Joachim weet te veel. Te veel voor een koning. Ik kan zijn bloed wel drinken. Dat weet ik. Maar hem zelf pak je niet zo gauw. De kunst is hem zwak te maken. Die kunst is er vannacht. Dat dacht ik ook. De ellendeling zal ervan lusten. Al wordt de zitting 's nachts gehouden, wil dat niet zeggen dat er geen volk is. En de rechter is een oud wrak en bang voor het gepeupel. Echter, hij kent de penale wetten. Als de ontucht wordt berecht, hoort het geheim te zijn. Dat zegt de wet. Daarom gebeurt het ook als de zon onder is. Die wet is goed. Maar Joachim is vriend van het volk. Tot nog toe van de koning ook. Tot nog toe. Houdt men het volk zoet, dan brengt het de belasting op. Maar een volk zoet houden is nog groter kunst dan bij de koning in de gunst te staan. En door het eerste heeft hij het laatste verspeeld. Fatsoenlijk tegenover het volk is schaamteloos aan het hof. Het is beter kleine risico's te nemen dan grote hartstochten. Wat bedoel je? Eén van de twee. Neem de vrouwen in de feestzaal. Eén van de twee. Of kapot gaan, of prostitueren om aan eten te komen. Jouwe slakken die daar zitten. Kerels die hun leven hebben gehad. Met geschokkeerde reflexacties, geen steken. Die vrouwen worden pervers van onbevredigde driften. Ze nemen deel aan een orgie. Met gracieuze manieren, met poëtische en fysieke impulsen, met... Wat moet jij? De koningin. Ze komt nooit op het feest. Dat zou de eerste keer zijn. Hofmeester? Uw dienaar. Ik dacht niet dat de grap, de fatale grap die de koning wil uithalen, doorgang zou vinden. Ik weet niet wat u bedoelt, een grap? Weet u dat niet? Er is mij niets bekend. De koning kwam voor het feest mijn kamer binnen. Omdat hij toen al half dronken was, hechtte ik weinig waarde aan wat hij zei. Wat zei hij? Ik herhaal letterlijk zijn woorden. Hij zei, mijn vader heeft de tempel te Jeruzalem verwoest. De tempel van de God die de schepper van hemel en aarde wordt genoemd. In die tempel waren schalen en bekers van goud en ze zijn meegevoerd naar deze stad. Ze zouden heilig zijn en nooit gebruikt. Maar op mijn feest zullen die schalen gevuld zijn en uit die bekers zullen vrouwen drinken. Zo zal het zijn, want ik ben machtiger dan God. Mijn vader heeft zijn tempel verwoest. Zijn volk moet mij als slaven dienen. Dat is krankzinnig.
Als ik dat woord gebruiken mag. Wij zijn een generatie verder. Koning Nebukadnezar zou het nooit hebben gedaan. Politiek gezien. Hij heeft de Joden verwonnen, maar toch velen van hen als dienaren van het land aangesteld op hoge posten, die tenslotte hun beste krachten gaven om het Rijk Babylon groot te maken zoals het nu is. Een areaal. Er zijn zelfs profeten onder. Onderschat die niet. Die krijgen te veel macht. Uw verschil van mening gaat mij niet aan. Het gaat erom wat de koning doet. Ik dacht... Ik weet wat u denkt. Maar hij is dan toch de koning. Het is onze plicht, ook al verzaakt hij die, hem althans te steunen. De koning stoort zich te veel aan slechte raadgevers. Inderdaad. Die moet hij dan ook weren. Zoals een gewezen veldheer dat ondervindt. Nashir. Uw dienares. Ga in de feestzaal. Ik wil weten of zijn plan... of de koning zijn plan heeft laten uitvoeren. Bericht mij dat. Ik zal op mijn kamer zijn. Ga nu. Als dat de hele nacht zo duren moet. Dat zal het zeker. Bent u niet erg vermoeid? De lucht is hier koel. Die doet mij goed. Het is heel verstandig in de koele lucht te blijven. Kunt u een boodschapper sturen naar een van de profeten? Ik zou graag raad willen hebben van een van die profeten waar onze gewezen bevelhebber zo smalend over denkt. Zo vlug mogelijk. Ik zal er zorg voor dragen, uw dienaar. Het lijkt erop. Een koningin hoort eenmaal veel. Dikwijls te veel. Ik schijn niet zo handig te zijn als jij. Ik heb een opdracht uit te voeren. Wie laat je roepen? Welke profeet? De eerste die ik tegenkom. Ik doe zelfs de baantjes van een stalknecht, zo je ziet. Wacht hier op mij. Amar. Wie is daar? Stond je achter dat gordijn? Een veilige plaats. Ik was in elk geval op tijd. Waar is... Mijn vriend, de tweede ouderling. Hij stond hier naast me. Hij doet een werkje. Voor jou? Heb je... Onze oren zijn goed. Wij hoorden samen de noodkreet van de koningin. Mijn vriend is achter de hofmeester aan. Het is goed te weten wie de raadsheer van vannacht zal zijn die bij de koningin geroepen wordt. Een vreemde tijd is het wel. Wij denken er niets van. De toestand maakt het duidelijk. Maar een vreemde tijd is het wel. Men zou er zijn voordeel mee kunnen doen te zijner tijd. Jij hebt gehoord. Dat de gouden bekers en schalen ontwijd zullen worden. Een groot woord. Mij doet het niets. Belangrijker is dat mijn vriend spoedig terugkomt met nieuws. De zitting begint over een half uur. Ik dacht... Jij dacht een uur later. Het volk weet ook niet beter. Als er al idioten komen, dan toch na de eerste verhoren. En Joachim? Die vleien wij... Hem krijgen we niet klein, nog niet. De balans moet overslaan naar medelijden. De koning is hem niet welgezind meer, dat zegt... De koning is veranderlijk. De hofmeester, zei mij. Er zijn vier winden. De zachtste komt uit het zuiden. De hofmeester heeft warmte nodig. Ik heb de indruk dat hij betrouwbaar is. Ik bedoel, wat ons betreft. Ja, ja. Geloof je niet? Ik zei, ja, ja. Hij is belangrijk als getuige. Vertel hem straks, zo terloops in de wandelgang, dat ik de koning minzaam over hem heb horen spreken. Meer niet. Ik heb hem horen zeggen. Dat heb ik, de hofmeester, een uur geleden al ingefluisterd. En laat hem in de waan dat de koningin op zijn hand is. Dat kan geen kwaad. Is Joachim in de feestzaal? Hij woont het festijn niet bij. Wel is hij in het paleis en wordt door zenuwen opgevreten. Maar het zal de koning minder aangenaam zijn dat hij afwezig is. Zolang de koningin hem in haar omgeving heeft, kan hij al de lastige vragen beantwoorden die worden gesteld. De Jood heeft zich goed ingemetseld, zogenaamd voor het landsbelang. Hoe komt hij zelf aan zijn rijkdom en aan zijn mooie vrouw? Gelukkig dat ze mooi is. Een kwetsbaar punt. Het raadsel hoe die kleine bejaarde schurk eraan komt is van geen belang. Hij moet het kwijt. Dan wordt de vogel een vleugel afgekapt. Denk je? Een wagen heeft vier wielen. Vergeet men er één te smeren, dan zal het wiel eerst piepen, daarna uithollen en tenslotte de wagen doen kantelen. Je spreekt geheimzinnig. Door zijn toedoen werd ik afgezet. Het leger werd zogenaamd te duur, waanzin. Een leger is een middel het volk in toom te houden. Van het leger heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat hij het aantal ouderlingen wil beperken tot de helft. Dat wil dus zeggen dat er minder rechters komen, terwijl de misdaad steeds groeiende is.
Ik heb de koning heel voorzichtig voorgeschoteld. Er zijn echter krachtiger middelen nodig om hem te overtuigen. Daarom het proces. Het wordt goed gespeeld. Als dat gelukt is, dan volgt er meer. De Joodse macht moet drastisch ingeperkt worden. De oorlog hebben ze verloren, zonder de markt te verliezen. Hoe klopt dat? Door sluwheid. De zoons verdienen aan de vijand die hun vader heeft vermoord. Ja, je zou het sluwheid kunnen noemen. Ik heb tenminste wat van hen geleerd. Ja? Ah, mijn vriend. Ik weet het. Daniel. Gaat die naar de koningin? Daniel? De stadhouder? Ik weet het zeker. De Jood was in het paleis. Die zich profeet noemt. En in hoog aanzien staat. De hofmeester brengt hem naar de koningin. Loop ik te snel voor u, hofmeester? Wel wat? Als een vorstin mij 's nachts ontbiedt, dan moet er haast bij zijn. Komt u binnen. Dank voor uw snelle hulp. Uw dienaar. Ik was in het paleis. Had u zo'n dringende reden? Ik wilde iets verhinderen. En? Ik kom helaas te laat. Dus het euvel is geschied? Het doet mij pijn. Het vaatwerk was heilig. Een stadhouder heeft toch het recht de eigendommen te verdedigen? Ieder mens kan falen. Ook de koning? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Dat siert u niet. Het is geen lafheid. U wilt mijn gevoelens sparen. U wilde mijn raad? Ja. De koning loopt gevaar door zijn handelingen. De feesten die hij geeft zijn minderwaardig. Bovendien, het wemelt hier van intriganten. U bent zelf niet op het feest vanavond. Bent u niet uitgenodigd? Dat wel. Maar u ging niet? Ik ging niet. U was wel in het paleis? Ik heb straks iets te doen. Wat? Er begint aanstonds een rechtszitting. Aanstonds? Binnen een half uur. Wij kunnen dan nog wat praten. En bent u de rechter? Nee. Belangstellende. Ik hoop verdediger te zijn. De koning sprak altijd gunstig over u. Ik heb hem gediend naar mijn beste weten. Is u dat somtijds zwaar gevallen? Ik diende zijn vader al. U bent in hoog aanzien. Niet bij allen. In een hoog ambt heeft men altijd vijanden. Zelfs als men tot koning is geroepen. Zelfs dan. Veroordeelt u de koning? Ik probeer hem goede raad te geven. Neemt hij die aan? Niet altijd. Minder dan zijn voorganger, zijn vader? Daar had ik minder moeite mee. Hij was wat ziekelijk. Toen hij wat ouder werd... Werd hij krankzinnig. Maar hij was toen nog niet zo oud. Oud is men als men zich oud voelt. U kwam zeer jong in zijn dienst, is mij verteld. Ik was 14 jaar. Als wat kwam u in dienst? Als page. Vreemd. Hij vertrouwde dus zijn vijanden om zich heen? Ja, dat is een heel verhaal. Vertelt u toch. Het interesseert mij zeer. Bijzonder zelfs. Toen de overwonnen bewoners van Jeruzalem als gevangenen werden weggevoerd, op bevel van koning Nebukadnezar, waren de jongens van 14 jaar tot een aparte groep verenigd. Zij werden niet geboeid, zoals de volwassen mannen, maar mochten evenmin vrij rondlopen, zoals vrouwen en kinderen. Zij werden gebruikt voor het dragen van bagage, het overbrengen van boodschappen en het bedienen van officieren. Of ze moesten lastdieren aandrijven. Onze ouders zagen wij niet meer. Een enkel ontdekte tussen de troep gebonden mannen zijn vader, die zich met moeite in zijn ketenen voortsleepte. Een ander ontdekte nog een glimp van zijn moeder bij een nachtelijk vuur, als zij probeerde voor haar kleine wat voedsel te bereiden. Maar nooit mochten wij een woord meer wisselen. Zo leerden wij de oorlog kennen.
Eten kregen wij van de soldaten. Een stuk brood en soms wat water. Soms enig kooksel zo vies dat wij er niet van aten. Ik herhaal opzettelijk deze details. Gaat u toch zitten. Onze ouders hebben wij dus nooit meer gezien. Vreselijk. Toen wij in Babylon waren aangekomen, kwam een ambtenaar van de koning de jongens één voor één keuren. Onze lichamen werden betast en allerlei vragen werden gesteld. Ten slotte werden er vier uitgezocht. De anderen bij een grote groep gevoegd die naar het eenzame land verhuisde aan het Kedarkanaal. Om wat voor redenen? Daar kwamen wij veel later achter. De praktijk leerden wij langzaam kennen. De vier jongens door de ambtenaar gekozen waren Hananja, Misael, Azaria en ik. Zij werden toch alle vier tot stadhouder benoemd? Veel later. U vroeg mij om wat voor reden. In sommige beslissingen was de koning geniaal. Dus vier bleven erover? Alle vier behoorden zij tot de rijkste families van Jeruzalem. Eén van hen was zelfs van koninklijke bloede. Alle vier hadden ze een uitstekende opvoeding gehad en spraken de taal der Babyloniërs als hun eigen. Ik was de oudste. Was er geen angst? Wij merkten al spoedig dat ons geen kwaad meer overkomen kon. De jeugd vergeet snel, vooral als men vertroeteld wordt. Wij hoefden niet langer te lopen. Per schip werden we naar de hoofdstad en naar het koninklijk paleis gebracht. Mochten daar baden en werden met olie behandeld en onze wonden werden genezen. De kleren die wij kregen in plaats van onze plunje waren van de fijnste stof en het zachtste materiaal. Ik begrijp nog steeds niet. Tot ons drong het langzaam door. De koning wilde zich in de toekomst laten bedienen door prinsen en edelknapen uit de overwonnen volken, zodat hij dagelijks aan de uitgestrektheid van zijn rijk en de grootheid van zijn macht herinnerd werd. Er waren ook nog andere knapen uit landen die door zijn legers werden veroverd. Zij behoren tot 10 of 12 volken die elk hun eigen taal spraken. Een wonderlijke opwelling van de koning. Wonderlijk is niet het juiste woord. Geniaal? U zei toch... Geef kinderen vrijheid, spelen en vooral een rijk voorziene dis. Dan zullen zij gelijk een hond de meester dankbaar zijn. Toch roept de geur van gebraden vlees en de overvloed van wijn herinneringen bij je wakker. Vooral 's nachts. Overvloed hadden wij gekend, want zo was het ook thuis geweest in onze mooie stad Jeruzalem. Die was opgegaan in vlammen. Ja. Er waren ook wel tranen. Ik geloof veel. Voor vier jongens was het ook nog extra moeilijk. Vlees hadden zij nooit mogen eten als het bloed van het geslachte dier niet aan God geofferd was. Wijn moest op een bepaalde manier zijn toebereid. Dat stond geschreven in de wet van Mozes. Hun ouders hadden er altijd streng op toegezien dat het gebeurde. Nu stond hier het heerlijkste eten, de verrukkelijkste wijn, maar voor vier jongens was het onrein. Men moet toch eten om te blijven leven? Ik herinner mij een gesprek, de eerste dag aan tafel, aan een lange, welvoorziene dis met zeker 20 pages. Eet jij niet? Het was de stem van Azaria. Ik heb wel erge honger. Waarom kijken jullie mij zo vragend aan? Waarom eten jullie niet? Onze God heeft ons verboden zulk vlees te eten en zulke wijn te drinken. Dat vraagt om medelijden. Men moet toch eten om te blijven leven? Het gesprek ging door. Kan jullie God bevelen geven? Wij willen hem gehoorzamen. Waarom? Omdat hij zo goed is en alles voor ons doet. Omdat hij ons overal mee helpt. Ook toen jullie stad belegerd werd? Ik denk van niet, anders zou je hier niet zitten. Een harde stem zei... Dan zou ik mij van de bevelen van die God ook maar niets aantrekken. En wist u daar een antwoord op? Ik zal niet beweren dat wij niet even schrokken. Een antwoord had ik wel. Onze God heeft de koning van Babylon ontboden om Jeruzalem te verwoesten. Dat was de straf omdat wij zijn bevelen hebben overtreden en hem niet hebben gediend zoals hij wilde. Zo? Hij is de Heer van de gehele aarde. Dat houdt dus in dat God... Uw God, een machtig koning bevelen kan geven. Zeer zeker. U meent dus dat alleen uw God regeert. Voor alles wat wij doen is geen verantwoording meer verschuldigd. Ik als koningin... De betekenis ontgaat u. Hebt u van het vlees gegeten? Nee, nooit. Ook uw drie vrienden niet? Nee. Nee, ik meen het ernstig, ik spot niet. Ook mijn drie vrienden niet. Wat zei de koning wel? Het scheen dat de koning er plezier in had.
Hij gelastte ons extra lessen te geven. Hij zei, die jongens moeten meer lessen krijgen dan de anderen. Wij zullen juist die vier voor hoge staatsambten laten opleiden. Ze zijn er geschikt voor. Was toen... Ach, nee. Gaat u toch verder. Vraagt u gerust. Was toen de koning al ziek? U moet mijn vraag niet verkeerd opvatten. Het was 3 jaar later dat ik koning Nebukadnezar weer zag. U was toen nog jong, maar zeker veel wijzer. Met nog meer eerbied voor God. Hoe was de koning toen? Een onrustige man. Hij leek op iemand die werd geplaagd. Niet normaal. Ik ben bang. Ik ben bang dat mijn echtgenoot erfelijk belast is. Zijn daden. Waarom zegt u niets? Dat zal Nasje zijn. Ja. En? Je kan spreken. Waarom aarzel je? De koning. Wat heb je gezien? U wilt dat ik het zeg. De bekers en schalen worden inderdaad gebruikt. Ik heb gezien... Ze zijn van zuiver goud. Nu? Het is verschrikkelijk om aan te zien. Ik kan u niet zeggen wat ermee wordt gedaan. Ik begrijp het. Ga terug en hou me op de hoogte. Men heeft 1 schaal vol afgekloven beenderen. Het is goed. Ik begrijp het. Je kunt gaan. Uw dienares. De moraal wordt steeds slechter. Of vinden wij dat zo, omdat wij ouder worden? Is het uw tijd al voor de rechtszitting? Ik word gewaarschuwd. Is het erg belangrijk? Men wil een vrouw veroordelen. De vrouw van een vriend van mij. Wie? Susanna. Susanna? De vrouw van Joachim? Hoe? Wat legt men haar ten laste? Zij zou slecht hebben geleefd. Susanna, slecht. Niet mogelijk. Zij staat terecht voor ontucht. Maar... Joachim heeft vijanden. Jaloezie. Wellicht wil men hem kwetsen. Ik heb een vermoeden. Maar de koning... De koning heeft verkeerde raadgevers. Dat wist u al. En het moment is goed gekozen. Het proces onvoorbereid. De stukken heb ik niet gezien. Wat zou de koning nu kunnen doen? Vannacht. Het zou nadelig zijn hem erin te mengen. Maar 1 woord van hem. Joachim is in hoog aanzien bij de koning. U hebt zelf geen vertrouwen meer. U wilt mij sparen. Toen ik over zijn vader wilde spreken... Zijn vader heeft veel goed gedaan. Maar hij was krankzinnig. Er is mij verteld dat hij afasie had. Hetzelfde komt bij de koning voor. Vooral na zware feesten. Het duurt dan dagen voor hij weer een woord kan uiten. Men moet in God vertrouwen hebben. Uw God? Toen zijn vader, koning van het hof Nebukadnezar, krankzinnig werd, was dat de wil van God? Uw God? Juist daardoor werd hem veel bespaard. Is dat een sprookje? Nu? Als u bent voorbereid... Ik wil weten hoe men krankzinnigheid ontdekt. Ik luister. Het was in een nacht... Ik luister. Het gebeurde in een nacht dat ik dienst had en niet in slaap mocht vallen. Dat ik plotseling schrok van druk spektakel en gedraaf in de burcht van koning Nebukadnezar. Niemand lette zozeer op mij, maar spoedig werd het duidelijk dat iets heel ernstigs moest zijn voorgevallen. Mij was bekend dat de koning in zijn praalbed onrustig sliep, zich eenzaam voelde en dikwijls angstig was. Er brandde altijd een lamp en 4 lakeien moesten hem bewaken in zijn slaap, de gehele nacht. In die nacht had de koning een droom, een verschrikkelijke droom, die hem bleef vervolgen, ook nu hij wakker was. Hoe dwaas het klinkt, hij wilde een uitleg, de betekenis van die droom doorgronden. Zo'n grote waarde hecht hij aan deze droom, dat hij geleerden en zelfs tovenaars aan zijn bed liet komen. U maakt mij nieuwsgierig. Ik heb gedroomd. Maar verder kwam hij niet. Hij was zijn droom vergeten. Nog nooit heb ik hem zo wild gezien. Hij eiste van de geleerden dat ze zijn droom vertelden en ook nog de betekenis daarvan verklaarden.
De wijze mannen hieven hun witte en magere handen ten hemel. Zulk een eis was nimmer door enig vorst van Babylon gedaan, hoe machtig hij ook was. Wat heb ik aan wijze mannen die niet meer weten dan een gewoon mens? Voor morgenochtend zult gij mijn droom vertellen en de uitleg. Anders zo waar als ik koning van Babylon ben. Ik laat u alle ter dood brengen. Dus dat is wat men noemt... Het lijkt onmenselijk. Veel erger. Het lijkt kinderlijk gedoe. Misschien. Hoezo? Wat kinderlijk lijkt, kan een bedoeling hebben. De koning had onbekommerd in zijn paleis geleefd, vol levenslust. Hij kreeg een droom die hem hevig verschrikte. Gezicht en visioen op zijn legersteden die hem benauwden. Erger nog. De koning wil alle wijze mannen laten doden, omdat ze hem niet kunnen zeggen wat hij droomt. Het gerucht drong door het paleis tot ons en door de stad. U had toch dienst die nacht? Ik stond naast de koning. Ik, een jonge man, een leerling nog. De koning staarde naar zijn gouden beeld. Het gouden beeld? Op het grote plein voor zijn paleis stond het beeld als symbool van zijn macht als heerser. Hij staarde naar het beeld, het gouden beeld dat hij had opgericht. Met zulk een weemoed, zulk een angst en zo verwezen. Hij prevelde, mijn macht is een eeuwige macht. Mijn koningschap duurt van geslacht tot geslacht. Het klonk niet overtuigend. En plotseling kreeg ik van God de mededeling. Ik weet zelf niet hoe. Ik kon de droom verklaren. De macht die de koning zich toe-eigende was de macht van God. Van God alleen. Toen begon ik de koning te vertellen. U droomde dat het beeld op uw voorplein 10 keer zo groot was. Het straalde van schoonheid, maar was angstwekkend. Het hoofd was van zuiver goud, borst en armen van zilver, de romp van koper. De benen echter waren van ijzer en de voeten van leem. De tijd die langzaam onruststoker, die aan alles een eind maakt, zal over u heen gaan tot ge erkent dat alleen de Allerhoogste de macht heeft in uw rijk van mensen. Het ijzer zal roesten en het leem verbrokkelen. Het beeld zal vallen. En had de koning dat gedroomd? Inderdaad. Nu herinner ik het mij, maar de betekenis van dit alles... Dat vroeg hij? Ja. Dat beeld in zijn droom betekende de wereldheerschappij die wankel is? Ja. Dat beeld, o koning. Toen viel hij op zijn praalbed. In woeste razernij scheurde hij zijn laken stuk. Zijn ogen puilden uit zijn hoofd van angst, verbittering en pijn. Conclusie, een totale ineenstorting. Ik ging door. Ik wilde 50 levens redden. Het was op bevel van God. En gij, koning Nebukadnezar, die heerser zijt over de gehele aarde... en aan wie God, de schepper van alle dingen, tijdelijk macht heeft gegeven... over alle mensen en alle dieren, over alle landen en zeeën... gij zijt het gouden hoofd van dat beeld. Ging u nog verder? Wat wreed... Een ziek man. Het gouden hoofd zal vallen. Na u zal een ander rijk komen. Ook groot en machtig, maar minder al. Daarna komt weer een kleiner rijk. Dat is het middenstuk van koper. Dan komt het ijzeren rijk. Een tijd van hardheid en geweld. Waarin veel wat wij nu kennen te gronde zal gaan. En het rijk dat daarop volgt... is als de voeten van het beeld. Deels hard als ijzer... maar steunend op roze leem. Maar dan zou God, uw God, zelf al dat mensenwerk vermorzelen. Wij zijn nu toe aan dat rijk van koper. Dat denk ik wel. De reus staat op leme voeten. Bewijs mij dat. Komt u straks op de rechtszitting. Gesluierd, dat men u niet herkent. Dat zal ik. Oh, dat zal de waarschuwing zijn voor mij. Ik wil het bewijs. Nu. Nasje. Ik moet zo binnenvallen. De koning... Wat is er? Ik durf het niet te zeggen. Maar spreek dan toch. De koning is... Toe, ga hier zitten. Vertel het. De koning doet zo vreemd. Waar is hij? In de feestzaal nog. Hij is toch niet... Wat is er dan gebeurd? U weet toch... Het staatwerk dat hij zou gebruiken. De koning had de grootste beker voor zichzelf bestemd... En? De andere verdeeld onder zijn vrienden en zijn vrouwen. Het was onder het drinken en schaterend gelach...
dat de koning plotseling als versteend bleef zitten. Ga verder. Het was een vreselijk gezicht. De koning. Het leek of hij krankzinnig was. U zegt... Hij staarde naar de witte muur, vol angst en in heftige vertwijfeling. Wat deed de koning? Hij wees naar de witte muur. Hij had een hand gezien. Alleen een hand die schreef. Wat schreef die hand? Ik weet het nog. Zag jij het ook? De letters wel. Wat stond er? Het was een vlammend schrift. Wat stond er? Als ik me goed herinner. Mene Tekel Peres. Mene Tekel Peres? Je kunt gaan. Wat betekent dat? Mene Tekel Peres, dat wil zeggen... gewogen, geteld, te licht bevonden. Maar dan, wat denkt u? Ik denk dat God de daden van de koning heeft gewogen... de woorden geteld en heel zijn heerschappij te licht bevonden heeft. Heeft God dan op de muur geschreven? Hij zal de hand hebben geleid. In welke taal? De taal der Perzen. Dan is de vijand in de feestzaal. Misschien. En de uitleg van het schrift... Het is bekend dat Cyrus, de koning der Perzen, een leger samentrekt aan onze grenzen. U vroeg een bewijs. En ook een uitleg. Er wordt op mij gewacht. De zitting zal niet lang zijn. Daarna zal ik de uitleg geven. De wacht wordt opgeroepen. Het volk? Wat zou er zijn? Ik meen dat het rumoer uit de feestzaal komt. Uw dienaar. Het was een fout van mij, van ons, ons niet te laten raden. Wij dachten, alles was zo absurd. Het moest de klare zijn. Wat doet de hofmeester hier? Wat wilt u nog? Niemand mag uw vriend Daniel toelaten. Maar op zijn uitdrukkelijk verzoek... U bent tegen ons. Niet tegen u. Nee, dat niet speciaal. Tegen mijn vrouw Susanna. U hebt... Ik heb een hoog ambt. Ik dien de koning. Woorden moet men begrijpen. Uw woorden hebben veel kwaad gedaan. Woorden hebben dikwijls iets onwezenlijks. Soms de matheid van een nachtmerrie. Sprekende dobbelstenen rollend over een rieten matje. Menselijke probeersels die lijken op toevallige gebeurtenissen... en uit elkaar vallen tussen de puinhopen van een stervend rijk. Opmerkelijk. Zegt u dat om mij af te leiden? Sommige mensen merk je op als ze nog nauwelijks binnen zijn. Je kijkt naar het spel van angst en hoop op het gezicht van de ander... Je ziet ook hoe het smaakt, dat zalige gevoel van macht. De macht om te geven en te nemen. Het leven of de dood. Afschuwelijk. Zoiets bestaat toch niet? Dit kan niet waar zijn. Een moord. Dit zou een moord zijn op Susanna, op mijn vrouw. U kent de aanklacht? De verklaringen van de getuigen interesseren mij het meest. De verklaringen waren gelijkluidend en positief. De rechter vroeg Susanna de ware toedracht weer te geven. Hij gaf haar alle kans. Hoe kan ik in het bijzijn van publiek de ware toedracht zeggen? Dat is onmogelijk. Waarom? Ik ben een vrouw. Het wordt nu duidelijk. Men wil mij treffen. Wat heeft Amar met deze zaak te doen? De afgezette bevelhebber. Was hij getuige? De vrouw van een raadsheer zal zich gedragen. De vrouw van een raadsheer van de koning. Zij zal een voorbeeld voor het volk zijn. Dat zegt de wet. En welke straf? Het kan de doodstraf zijn. De wet is door uzelf uitgedacht en aan de koning voorgelegd. In het belang van het volk. Getwist heeft nu geen zin. De ware aanklacht wil ik horen. Er is weinig tijd. Mijn huis staat altijd open voor elke ambtenaar van het Rijk. Die raad wil hebben of mij raad kan geven. Sinds kort komen geregeld ook twee ouderlingen... die, aangesteld als rechters in de stad, mij consulteren over censorrechten. Casuïstiek is mij onmogelijk... Hier moet van opzet sprake zijn. Zij verlieten mijn huis altijd door de tuin. Voorgevend dat de pracht ervan hun heftig imponeerde. Nu, ja, ik moet zeggen... Susanne heeft het mij verteld. Oh nee. Ga verder en vlug. Vrouw ziet scherp. De beide ouderlingen zagen haar wandelen... en kregen een hevige hartstocht voor haar. Ze verstompten hun geweten... en zochten elke gelegenheid op om haar te begluren. Ik was nooit alleen. Vertel jij toch verder, Susanne... Ze wenden hun ogen van de hemel af... om niet te denken aan de rechtvaardige straffen die ze verdienden. Maar iedere dag bleven ze hartstochtelijker zoeken naar gelegenheden. Mijn slavin hoorde één keer hun gesprek. De een zei tot de ander...
Laat ons naar huis gaan, want het is tijd om te gaan rusten. Ze scheiden dus en gingen heen. Maar langs een omweg keerden beiden naar dezelfde plaats terug. Toen ze elkaar de reden vroegen, maakten ze hun begeerte bekend en bespraken de tijd om mij alleen te treffen. Van dat moment af ging ik nooit zonder twee slavinnen. Op een middag laat, na een snikhete dag, wilde ik baden in de tuin. Een der meisjes stuurde ik het huis in om mijn olie en zalven te halen, en de andere beval ik de poort te sluiten. Op dat moment was ik alleen. De ouderlingen hadden zich verscholen en kwamen op mij af. Er was geen kans te ontvluchten, ik had geen kleren aan. Ze zeiden, kijk, de poorten zijn gesloten. Er is niemand die ons ziet. Ik kan niet. Wij branden van hartstocht voor u. Geef dus maar toe, wees ons ter wille. Als gij weigert, zullen wij getuigen dat een jonge man hier was en vluchtte toen hij ons zag. Maar ook dat u de meisjes daarom hebt weggestuurd. Het werd mij benauwd, ik begreep. Ik begreep de toestand volkomen. Deed ik wat ze wilden, dan wachtte mij de dood volgens de wet. Deed ik het niet, dan zou ik aan hun handen niet ontsnappen. Ik begon te schreeuwen. Bedienden renden naar de tuin en zagen mij. De ouderlingen legden hun verklaring af. Men was verlegen. Nog nooit was zoiets over mij verteld. Zij spraken overtuigend. De ouderlingen voltooiden hun goddeloos plan en ze klaagden aan. Gedeeltelijk althans. Domheid zou men mij nu ook kunnen verwijten. Ik geloofde niet dat men de moed zou hebben Susanna, de dochter van Geldia, de vrouw van Joachim, voor de rechters te slepen. Ik heb hen onderschat. Of beter nog, hun politiek. Er moet ergens een complot zijn. Ik ben een onderdeel. Ik heb zelfs gedacht het land is in gevaar. Niet mogelijk. U getuigde toch tegen ons? Ik meende... U had de jonge man gezien. Ik zag een man. U was in de tuin? Ik was in huis. Alleen? Het is mijn plicht. Helaas. De getuigenis van Amar was nog heftiger. Een fatale leugen. Hij zou hebben gezien... Mijn god, dat moet een leugen zijn. Hij was die dag niet in mijn huis. De verklaring van de ouderlingen. Graag precies. De tijd dringt. Begrijp dat toch? De eerste ouderling. Hij eiste dat ik mijn sluier af zou doen. Ik deed dat voor de rechters. Ik vertrouwde op de Heer. De eerste ouderling verklaarde. Zij wandelde langzaam in de tuin met twee slavinnen. Eén stuurde ze naar de poort. Het meisje moest daar blijven. De andere ging in huis en kwam niet meer terug. Zij ontdeed zich van haar kleren en ging liggen onder een boom die op een mosveld staat. Toen kwam een jonge man op haar af die zich tot nog toe aan onze ogen had onttrokken en hij legde zich bij haar neer. Wij bevonden ons in een hoek van de tuin. Toen wij het misdrijf bemerkten, liepen op hem af en zagen dat zij, Susanna, hem ter wille was. Hemzelf konden we niet grijpen omdat hij sterker was dan wij. Ik vroeg haar wie de jonge man was, maar ze wilde ons dat niet bekennen. Dit getuig ik. En de tweede ouderling? Zij hetzelfde, dezelfde leugen, maar dan ook precies. Was hij ook in de rechtszaal toen de eerste ouderling zijn verklaring deed? Ja. Onwettig. En Amar? Amar knikte steeds. Hij beweerde dat hij in de tuin was en deze wilde verlaten omdat het schaamteloze gedoe hem pijn deed. Hij vond de poort gesloten. En de slavin? Heeft dat bevestigd. Het meisje huilde. Vreemd. Was Amar gelijktijdig in de rechtszaal? Gelijktijdig met de ouderlingen? Ja. Tegen de regels. Elk hoorde de getuigenis van de ander. Nu u het zegt. Ja, zo was het. De rechters zijn terug. Nu al? Er was niet veel discussie nodig. Wij komen. Stilte. Ik vraag het woord. Na mijn uitspraak zal uw verzoek in overweging worden genomen. Wat bedoelt u met dat woord dat u daar spreekt? U blijft staan. U hebt uw hoofd bedekt. Wij kennen uw uitspraak al. Zijt ge niet goed wijs? Veroordeelt gij een dochter van Israël zonder verder onderzoek? Het onderzoek heeft plaatsgehad. Een onschuldige en rechtvaardige zult ge niet doden. De getuigenissen... De getuigen zijn niet afzonderlijk gehoord. Ze zijn dus vals. Zonder de getuigen van elkaar af. Ik wil het recht hen afzonderlijk ondervragen. Verdachte heeft geen verdediger gewild.
Zij dacht ook dat de rechter geen fout zou maken. Een vergissing, goed. Maar het is gebeurd. De koning zal deze gang niet goedkeuren. U kunt... Het doet mij genoegen dat u uw hoofd ontbloot. U kunt de getuigen afzonderlijk ondervragen. Er is geen bezwaar. De slavin, als eerste. De slavin moet opnieuw voorkomen. Het huilerige nest. De handeling is aan u. Jij doet dienst in het huis van Joachim. Hoe lang al? Al heel lang. Van kinds af aan? Ik weet niet. Is je meesteres lief? Oh ja. Voor jou? Ja, ja. Je hebt de getuigenissen tegen je meesteres gehoord? Nee. Je was toch in de rechtszaal? Nee. Waar was je dan? Ik moest buiten wachten. Ze heeft haar getuigenis afgelegd. Gehuil is hierbij niet nodig. Er staat een zware straf op mijn eed. Zij heeft verklaard dat zij de veldheer Amar bij het hek ontmoette. Meer niet. De vraag was, heb je de veldheer bij het hek ontmoet? Haar antwoord was ja. Meer niet? Meer niet, nee. Jij was dus bij het hek. Jij moest het hek sluiten van je meesteres. Het hek was dicht. Ja. Wat zei Amar? De veldheer. Hij is geen veldheer meer. Wat zei Amar? Nu? Hij wilde binnen. Hij was buiten het hek? Op de weg? Hij vroeg het hek te openen. En? Ik zei dat het niet mocht, omdat mijn meesteres... Het hek bleef dicht? Ja. Geen verdere vragen. De ouderling. Welke? Dat speelt geen rol voor mij. Bent u genegen? Gaarne. U mag uw getuigenis herhalen. Niet nodig, ik ken ze. Kijk, kijk, kijk. Gij daar, ras van Kanaan en geen zaad van Juda. De schoonheid heeft u verleid en de wellust heeft uw hart bedorven, ouderling. Ik sta verbaasd. Heer rechter. Ik stel de vragen. Maar... Ik twijfel niet aan wat u zag. Susanne heeft mij alles haarfijn uitgelegd. Zij ontkleedde zich. De meisjes waren weg. Of eigenlijk weggestuurd. Zij ging liggen onder een boom. Een jonge man kwam naar haar toe. U zag dat zij hem ter wille was. U wilde het misdrijf verhinderen. Ja, samen met mijn vriend. Samen met uw vriend. Een kleine worsteling ontstond. Precies. Maar de jonge man was sterker. Ja, een jonge man. U herinnert zich de plek waar het gebeurde? Zeker. Onder een boom? Zeker. Wat voor boom? Een boom. Het soort? Appelboom. Een appelboom. Weet u dat zeker? Heel zeker. Er vielen zelfs twee vruchten af. Door de worsteling? Waarschijnlijk. Twee appels. Twee appels. Ik... Ja? Ik raapte zelfs de vruchten op. Om Susanna de kans te geven haar naaktheid te verbergen. Ja, het is precies zoals u zegt. Dank u, geen verdere vragen. God, hij geeft het spel cadeau. Stil, wacht af. Wie wilt u nog? Amar? De tweede ouderling. Ik word geroepen. U bent bereid? Bereid te antwoorden? Het lijkt nodeloos, maar... U zag hetzelfde als uw vriend. Ik wil een kans benutten. U zag Susanna zich ontkleden? Dat zag ik. Ach, ik heb een verzuim goed te maken. Mijn oprechte excuses voor het late uur. Dit oponthoud... Och. U zag dat Susanna zich ontkleden. U zag dat zij de meisjes wegstuurde. De meisjes kwamen niet terug. Ten slotte ging zij, Susanna, liggen onder een boom. Juist. Een jonge man kwam naar haar toe. Ik kan begrijpen dat u dit schokte. U wilde het misdrijf verhinderen. Samen met mijn vriend de ouderling. Samen met uw vriend de ouderling. U zag dat zij de jonge man ter wille was. Er ontstond een kleine worsteling. Uw vriend de ouderling vertelde dat zo even. Ja, ja. De jonge man was sterker en verdween. Precies. Hij vluchtte. Ja, ja. Hij vluchtte. U herinnert zich de plek? De plek? Waar het gebeurde? Uw vriend zei onder een boom, een vruchtboom. Door de schermutseling vielen twee vruchten af. Die werden u getoond. Herinnert u zich dat? Ja, ik herinner mij. Heel goed zelfs. Twee vruchten... Juist. Twee vruchten waren afgevallen.
twee vijgen. Het was onder de vijgenboom dat het gebeurde. Herinnert u zich dat? Beslist. Het was onder de vijgenboom dat het gebeurde. En twee vijgen vielen van de boom. Geen verdere vragen. Ik krijg een boodschap. Er is iets ernstigs gebeurd. De koning, er is een aanslag op de koning gepleegd. Ik schors de zitting. Kom in het gevoel. Het wordt tijd om te verdwijnen. Maak u geen zorgen meer. Ga langs deze gang. Begeef u met Susanna naar mijn huis. Wie is dat? Daar. De koningin? Zit u hier alleen? Herkent u mij? Ondanks mijn sluier? Was u in de ruimte? Ja, op uw verzoek. Dat is moedig. De koning? Ik hoor dat de koning veilig is. Maar voor hoe lang? Men voelt de moeheid. Overal. Men merkt de corruptie. Tot in de rechtszaal. Zelfs daar. De dienaar van de koning wordt zijn vijand, omdat hij zelf geen kroon zal dragen. De codex op de muur komt als een dreiging op mij af. Mijn God. U zegt mijn God. Ik ben u nog een uitleg schuldig. Ach ja, dat is waar. Ik vroeg erom. God heeft uw koningschap geteld. God heeft gewogen. God heeft gescheiden. En het kan zijn dat hij uw rijk aan de Perzen geeft. Voorlopig. Zoals alles voorlopig is. De vijand staat voor de poorten. De wachters slapen op een fluwelen kleed. En de regeerders vieren een overmoedig feest. Gebruiken in hun wellust geheiligd vaatwerk van een weerloos volk uit de tempel van Jeruzalem. God straft niet in het geheim. Een gewone mensenhand schrijft op de muur, op het pleister van de muur van 's koningspaleis. Een waarschuwing. Onheilspellend, zeker. Omdat niemand in zijn dronkenschap het lezen kan. Vertaald heb ik het in het Aramees. Mene tekel peras peras. Hij heeft geteld, gewogen. Hij heeft uiteengescheurd, de pers. De spreuk leidt tot diepe verbijstering wellicht. Wandelend door Babylon kan men nog geïmponeerd worden door witte tempels en roze paleizen. Door de blauwe poort van Ishtar en de hoge toren Etemenanki. Dat alles schijnt nog macht en orde. Het kraken en breken van de reus op leme voeten, die door een vallende steen kan worden verbrijzeld, is nog niet gehoord. Echter, wanneer God iets meedeelt, zijn dat geen puzzels. Het is niet mijn bedoeling u met een raadsel te vermoeien. De Babylonische tirannie heeft jammerlijk gefaald, zoals na haar nog velen zullen falen. Wanneer God spreekt, kan het niet anders zijn dan met een indringende volmaaktheid die het oordeel aanzegt over het heden en een onzekere toekomst. Uw dienaar. U hebt geluisterd naar de profeet Daniël, een hoorspel van Wim Bisschot, gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. De rolverdeling was als volgt. De koningin, Elisabeth Versluis. Nashir, een dienares, Paula Major. De hofmeester, Frans Somers. Amar, Huib Oerizant. De profeet Daniël, Johan Schmitz. De eerste ouderling, Dick Swidde. De tweede ouderling, Jan Wechter. Suzanne, Willy Bril. Joachim, Maarten Kaptein. De rechter, Jan Verkoeren. En een slavin, Joke van den Berg. De omlijstende muziek was van Else van Epen de Groot. Technische verzorging, Ad van der Ven en Léon Dubois. De regie had Dick van Putten.